Een meesteranalist en een man die veel grote talenten ontdekte. Hij werkte samen met de allergrootste, zoals Johan Cruijff en Ronald Koeman. Tony Bruinslot overleed op 2 november op 73-jarige leeftijd. Op velen met wie hij samenwerkte, maakte hij een grote indruk. Zo'n lieve, fijne man om mee samen te werken. Een voetbaldier, zo bezeten van het spelletje. Kijk op voetbal, goed kunnen overbrengen, goed kunnen verwoorden. Plus een fijn mens, ja, beter kan niet. Tony was zeer geliefd over waar hij gewerkt heeft. 1 door zijn vakkennis en 2 door als mens zijnde. Voetballiefhebber die ongelooflijk veel verstand van voetbal had. Iemand die keihard werkte, altijd onderweg was. Maar voor mij het belangrijkste, ik vond het gewoon een hele fijne, lieve man. De sympathieke meesterscout had de laatste jaren veel problemen met zijn gezondheid. Ondanks zijn zware strijd tegen kanker bleef hij zijn club tot op het laatst helpen. We blikken terug op het lange en mooie voetballeven van Tony Bruinslot. In 1982 maakt Tony Bruinslot de overstap van FC Amsterdam naar Ajax. Op advies van Jani van der Veen, de vermaarde jeugdtrainer, ging hij na een zware knieblessure het trainersvak en de scouting in. Een schot in de roos. Voor Ajax halen Bruinslot en zijn scoutingsteam grote talenten binnen, zoals de gebroeders De Boer en John Bosman. Zelfde velden waar we nu de toekomst hebben, daar speelde ooit CTO tegen Almere. En toen ging ik daar kijken, want dat was mijn district. En daar haalde ik een libero weg. Die was 10 jaar. En die is heel ver gekomen. Dat was Seedorf. En een schot van Seedorf. Doordat dat toevallig zo is, kan je zeggen, ach, die heb ik gezien. Maar ik vind altijd, wij hebben het gezien. Wij hebben dit gebracht. Met zijn scoutingsteam worden talenten ontdekt als Edgar Davids, Michael Reiziger en Patrick Kluivert. Spelers waar Ajax een decennium later veel plezier van zal hebben. Kluivert, ja! Kluivert, 1-0! Naast werk voor de jeugdopleiding is Bruinslot ook assistent van hoofdtrainer Aad de Mos. Als in het voorjaar van 1985 een conflict met sterspeler Marco van Basten escaleert, moet de Mos wijken. 5 wedstrijden moet hij van het bestuur de honneurs waarnemen. Toen eisten Harmsen en meneer Bartels dat ik het overnam. Een verplichte overname. Ik stond daar niet op te wachten. En ik nam het over. 4-5 wedstrijden voor het einde van de competitie. En we werden kampioen. Ik gebruikte dus de eerste wedstrijd tegen Twente. Werd 4-4 in de meer. En de volgende wedstrijd was Feyenoord thuis in het Olympisch Stadion met 65.000 man. En dat was heel belangrijk, want Ajax was naar beneden gegaan. En ja, we moesten de voorsprong op PSV in Feyenoord houden. Koeman of Rijkaard? Koeman. Paul. Rijkaard. Ja, 1-0 in de 26e minuut. En Ajax verdient dat. Daarna kwam Feyenoord met 2-1 voor, waarna Bruinslot in de rust met een tactische meesterzet kwam. Op het moment dat dus Rijkaard naar voren, want dat was de kracht, Rijkaard naar voren gaat, dan moet Gullit gedekt worden door een andere man. Die kan je niet los laten staan, want zo slim was hij, of die liep dan weg, dat je nog verder weg was van hem. En toen hebben we gezegd, Walter Meeuws, jij gaat dan meteen in de dekking. Als Rijkaard gaat, gaat Walter Meeuws nemen daarover. Rijkaard. En dat ging heel goed. Rijkaard maakte meteen de 2-2. Palenburg. Rijkaard. We wonnen uiteindelijk met goals van Schoenaken en van Marco van Basten 4-2. Dat was eigenlijk de kampioenswedstrijd. Het lijkt alsof hij aan de leiband lag bij Nielsen, maar daar is hij dan ineens weer los. En nu maakt hij zelf het vierde doelpunt voor Ajax. Als een week later bij Roda gewonnen wordt, heeft Ajax onder leiding van Bruinslot de landstitel binnen. Bruinslot behaalt zo zijn eerste succes als opvolger van de Mos. De man met wie hij goed samenwerkte gaf hem jaren eerder een belangrijk advies. Wil je alles weten van Ajax, hoe het moet, hoe het gaat? Kijk, daar loopt die ene speler op het tweede veld. Die is nu bij de blessurebehandeling aan het trainen. Die ga jij als assistent trainer trainen. En dat was Johan Cruijff.
Het zal de belangrijkste ontmoeting van zijn loopbaan zijn. Als Cruijff in 1985 als trainer bij Ajax begint, wordt Bruinslot zijn rechterhand. Ik kon hem heel snel begrijpen. Want je moet Cruijff wel heel goed kunnen begrijpen. Wil je het ook overnemen en wil je zeggen oké, want hij anticipeert altijd. Aaron, let op! Aaron! Hij is altijd sneller, hij is altijd eerder. Hij heeft altijd al daarvan uit een initiatief te nemen. En vaak met dat initiatief zit een stukje risico in, maar vaak is hij daar de winnende in geweest. Met Cruijff en Bruinslot aan het roer groeit Ajax uit tot een spectaculaire doelpuntenmachine. Kas ligt mooi op Van Basten. Prachtig. Ingeschoten goal. Wouters. Van Basten. Schitterend. Schitterend. Marco Van Basten. Cruijff krijgt lovende kritieken, maar de ploeg is niet constant genoeg om de titel te winnen. Wel verovert Ajax tweemaal de beker. In het seizoen 86-87 valt alles op zijn plaats in het Europa Cup 2-toernooi. Mede dankzij de scouting van Tony Bruinslot legt Ajax goede en memorabele wedstrijden op de mat. De finale is de terechte beloning. Door de vele blessures van ervaren spelers als Spelbos en Blind moeten Cruijff en Bruinslot improviseren. Toen zegt Cruijff tegen mij, wie hebben we en hoe is de spits? Hè? Grote spits, Richter, een bekendheid in DDR, maar een logge locomotief. En zijn ritme is langzaam en traag. Hij zegt, nou zegt Johan, dan is Verlaten een kandidaat. Frank Verlaat, die hebben we al een keer mee laten doen bij het eerste. Hè, toen Spelbos geblesseerd raakte. Hij zegt, die kan past heel goed in het profiel wat de tegenstander met de nummer 9 komt te spelen. Hij zegt, dat staat dan meteen. Dat is dan afgesproken. U heeft de namen inmiddels gehoord met Muren en met Frank Verlaat. De 19-jarige, zijn eerste volledige wedstrijd in het A-elftal van Ajax Jongstleden zondag in Utrecht speelde. En nu plomp verloren in een Europa Cup finale wordt gestuurd. Van het schip. Siloy door en los van Martial. Sonny Siloy. Van Basten, het is 1-0! Een doelpunt uit het boekje. En Ajax, Cruijff maken aanspraak op de bokaal. En dat is hem. De vreugde is bij Ajax. Bij Barcelona zijn Cruijff en Bruinslot wederom een perfect tandem. Ze zullen grote successen boeken met 4 landstitels op rij. Ronald Koeman is een sleutelspeler. Zeker nadat hij Barcelona de eerste Europa Cup 1 uit de clubgeschiedenis bezorgt. Als geen ander kent Koeman het geheim van de samenwerking tussen Cruijff en Bruinslot. Cruijff was natuurlijk de man, maar kon functioneren als trainer omdat Tony daar was. Want ja, ik vergelijk het een beetje met mij, hetzelfde als trainer. Ja, zonder, en wij hebben toen nog een jaar de trainerscursus gedaan. Cruijff niet. Cruijff is de enige ooit geweest die het papiertje, het diploma zo kreeg. Dus Cruijff was geen trainer. Cruijff kon heel goed over voetbal praten, kon het heel goed voordoen. Maar qua oefenstof en qua analyses van tegenstanders en kennis van spelers... Ja, was Tony daar en Tony deed alles. Ik dacht altijd van Johan komt op de training om 9:30 en die weet niet. En daar had hij Tony voor. En Tony was natuurlijk een opgeleide trainer. En die wist veel van oefenstof en die wist veel van hoe je traint. Ja, dat wist Johan wel vanuit zijn eigen carrière als speler, maar niet vanuit een opleiding als trainer. Dus Tony was echt onmisbaar. We hebben echt bij Barcelona meegemaakt. Dan, als we Europees speelden, dan kreeg Johan een A4'tje van Tony in zijn handen. En er stond dan in Nederlands geschreven, puntje is de keeper, is linksbenig, is goed bij hoge ballen, heeft een verre uittrap, is slecht in het meevoetballen. En dat las Johan, die las dat gewoon op vanuit het Nederlands in het Spaans natuurlijk. En zo werd ons medegedeeld. De tegenstander voor een Europese wedstrijd. Maar dat was allemaal het werk van Tony. Tony deed alles in dat opzicht. In 2001 keert Tony Bruinslot weer terug in Amsterdam. Nu wordt hij assistent onder de speler die Barcelona in 1992 naar de Europa Cup 1 winst schoot. Het is een van de eerste zetten van Ronald Koeman als nieuwe Ajax-trainer. Op het moment dat ik natuurlijk naar Ajax als trainer ging, toen heb ik wel gelijk... Tony bij het eerste elftal, want
ja, hij vult aan waar, wat wij als oud-speler, beginnend trainer, nodig hebben. En zijn ervaring in het trainingsvak, zijn ervaring met teams, zijn ervaring met analyseren van tegenstanders. In dat vak en op dat gebied is hij uniek. Ik kan me ook herinneren, ook Tony als assistent op de bank, als we dan een wedstrijd speelden. Dan zei hij ook gelijk na 1 minuut, zei hij van, staat goed, Ronald staat goed, rustig, rustig. Dan had hij zich natuurlijk zo verdiept in de tegenstander. En de tegenstander speelde dan ook zo. En wij stonden dan tactisch gezien daar goed tegenover. Dan zei hij ook van, rust, rustig, rustig, we staan goed, dit komt goed. Dus had hij heel snel, kon hij alweer schakelen van alles wat hij had gezien over de tegenstander, dat het ook daadwerkelijk zo was. De bal gaat dus het 16 meter gebied ingedraaid worden. Kivu er onderdoor, maar daar wel het doelpunt van Mido. Tussen 2001 en 2005 wordt Bruin Slot als assistent van Koeman 2 keer kampioen van Nederland. In 2002 en 2004 gaat de schaal naar Amsterdam. Dan fluit Luijgen af en is het kampioenschap een feit. Het grootste hoogtepunt is misschien wel de Europese opmars in het seizoen 2002-2003. Als Ajax pas in de kwartfinale van de Champions League ongelukkig onderuit gaat met een jong en zeer talentvol elftal. Maar die komt daar toch aardig uit stand en daar is het beste goal ook van. Zlatan Ibrahimovic. Erg sterk achterhoede met Kivu. Bergdolman. En dan, terwijl ze aan de zijkant rechts. En dan kwam links dus op een gegeven moment Maxwell. Kom om de hoek kijken. En dan daarvoor Galasek in de organisatie. En dan Van der Vaart op de team met Zlatan. En dan Van der Meijden. En dan dat Van der Vaart diep speelde, was je middenvelder kwijt in de organisatie of in de reorganisatie. Hè. Dan was Pienaar aan de zijkant die dus de derde middenvelderpositie weer overnam. En dat ging zo goed. Daar is Van der Vaart. Van der Vaart was er op tijd. Van der Vaart een steekpaasje op Ibrahimovic. Kan die het? Kan die het? Die kan het! Ibrahimovic brengt Ajax op voorsprong. En dan met rechts naar binnen kan komen en kan scoren. Zo zeg, wat een goal! We kwamen natuurlijk heel ver. Heel ver. Met een prachtig elftal, maar later blijkt ja, dat ze zo inhoudelijk zo goed waren. Ja, maar toen waren ze nog aan het begin van hun carrière. En het was echt iets moois. Arsenal uit staat me nog echt als de dag van gisteren bij. Van Ashley Cole was linksback en die Franse jongen Pires speelde linksbuiten. Maar het waren eigenlijk allebei heel aanvallend. En eigenlijk nu wat je tegenwoordig ook ziet, hè, de buitenspeler Pires naar binnen, de back hoog op. Ja, toen zei Tony ook tegen mij, hij zegt, we moeten daar 2 rechtsbacks tegenzetten. En dat was toen Trabelsi en Nigel de Jong. En volgens mij maakte Nigel de Jong toen zijn debuut. En die scoorde ook nog de 1-1 in die wedstrijd. Nou, dat was gewoon een meesterset van Tony. Die zei 2 rechtsbacks. Hij zei, want de een gaat naar binnen. Hij zei, ze moeten volgen van hun man. Hij zei, anders word je weggespeeld. Nou, toen hebben we dat ook zo neergezet en uiteindelijk met resultaat. Nou ja, dat geeft wel aan dat dat soort bepalende beslissingen, die gaf Tony dan wel aan. Dus ik weet dat zijn, ongeacht zijn positie, waar die ook is gewoon enorm belangrijk, omdat hij zo'n goede kijk op voetbal heeft. Je leert zeker van dat soort mensen, omdat dat soort mensen hebben zoveel ervaring. Die hebben alles al meegemaakt en als je dan een trainersvak ingaat, en het trainersvak is gewoon een ervaringsvak. Je leert iedere dag, je maakt fouten om ook jezelf weer te verbeteren als je daarvan leert. En dan is het heel goed. Ik zou iedere jonge beginnende trainer iemand als Tony Bruin Slot adviseren. Want ja, die daar leer je van en dat helpt je in je ontwikkeling als trainer. Na zijn assistentschap onder Ronald Koeman keert Tony Bruin Slot in 2011 weer terug bij Ajax. Een nieuwe periode in Amsterdam breekt aan. Voor Frank de Boer, Peter Bos, Marcel Keizer en Erik ten Hag verzorgt hij tot in de fijnste details de analyses van aankomende tegenstanders.
Zijn terugkeer wordt in gang gezet omdat er een jonge nieuwe trainer aan het roer is gekomen. En Frank de Boer ziet de samenwerking met de meesterscout erg zitten. Ik kreeg te horen en hij gaf al een beetje aan dat hij wel graag ook wilde werken voor mij. En ik heb altijd een goed gevoel met hem gehad en hij denk ik ook met mij. En vandaar dat die kans kwam en heb ik geen moment getwijfeld om hem weer in te lijven. En omdat ik wist hoe zorgvuldig hij dat altijd te werk ging. Tony maakte onze mensen ook beter. Ook onze trainers. Want als er een nieuwe trainer kwam, nam hij een beetje op zich van Mark, je moet hem. En dan moest Tony dan, voelde hij zich een beetje verantwoordelijk voor. Een beetje de Ajax-stijl in de trainer brengen. He, dus dan zei hij ook van, ja, ik ben goed met hem bezig. Wel, we moeten hem. Bijvoorbeeld over Peter Bos die in het begin kwam. Dan zei hij van, we hebben hem goed geholpen. En daar voelde hij zich heel erg verantwoordelijk voor. Dus dat zijn cultuurbewakers. In de tijd dat ik bij Ajax trainer was hij natuurlijk al ziek. En niets hield hem tegen om toch onderweg te zijn en naar wedstrijden te gaan kijken. En wanneer hij dan bij ons op de club was en uitleg kwam geven over die tegenstander, dan waren vaak lange zittingen. Dat duurde wel anderhalf, twee uur. Maar dan merkte je gewoon hoeveel kennis die van voetballen had. En dat is geweldig om mee te maken. Dat zat allemaal in zijn hoofd. En ik weet ook van Tony, dan moet hij dat kwijt. En dan moet hij dat allemaal kwijt op de ochtend. En dan zit hij natuurlijk al een dag mee in zijn hoofd. Maar wacht op het moment dat hij dan dat ook daadwerkelijk kan vertellen. En er komt er ook zoveel informatie uit. En dan herhaalt hij dat ook wel regelmatig. Want het zit dan zo in zijn hoofd. Dat geeft alleen maar aan dat hij bezeten is van het voetbal. Bezeten is van het vak. En dat op zo goed mogelijke wijze wil overbrengen. De wedstrijd Manchester United, de finale. Laat één ding duidelijk zijn. Daar is precies gebeurd wat Tony voorspeld had. We wisten dat ze de lange bal gingen spelen op verleiding. En al dat soort zaken, dat kwam tot achter de komma uit. Omdat we werden eigenlijk nooit verrast. Tony had die ploegen zo in kaart dat we precies wisten wat daar ging gebeuren. En ja, dat is geweldig. En dus ja, dat maakt dat deze man echt verstand van voetballen had. Dat zag je. Als je met hem gewerkt hebt, dan weet je dat dat klopte. In de top gaat het vaak om details. En dat maakt net het verschil tussen winnen of verliezen. Dus daar merk je, en daarom zit je op de gelijke golflengte. Dat je denkt, hij ziet dat ook. Dus dat is mooi. Het gek is, hij zag mij als zijn baas. Hè? Ja, in principe ben ik dat ook. Hè? Maar mijn man op leeftijd. En zo bracht hij dat ook altijd bij me wel. Als hij wat moest overleggen of als ik in de eindfase zat van eventuele spelers te halen. Hè? Dan checkte ik het nog even bij hem. Maar hij benoemde dat ook altijd wel eens. Je bent mijn baas, Wales, hoe wil je het gaan doen? Het laatste was bijvoorbeeld Kudus. Dan had hij contacten in Denemarken, waarmee hij dan samenwerkte. En dan kwam hij bij me terug en zei hij van, hou hem in de gaten, het is een goede speler. En dan kwam hij natuurlijk achteraf bij je van, goed gezien. Daar leefde hij natuurlijk ook op. Willem II heeft goede herinneringen aan hier de arena, want een maand en een dag geleden won het hier met 2-1. Koeks gaat spelen tegen een nieuw bakker linksback. Toen ik net trainer bij Ajax was, liep het in het begin nog niet goed. En we zaten met name te kijken op onze vleugelverdedigersposities. En daar hadden we het dan over, ook met Tony. En Tony kwam op een gegeven moment met het verhaal, en dat was voor de bekerwedstrijd tegen Willem II. Dat hij zei van, waarom zet je Sinkgraven een keer niet linksback? En ik moest bijna lachen. Ik zeg van, absoluut niet. Ik vind dat hij als aanvallende middenvelder zijn verdedigende werk niet goed doet. Hoezo zal ik hem dan als linksback opstellen? En toen kwam hij met een verhaal uit zijn Barcelona-tijd, waar hij zei van, dat hij op een gegeven moment, Cruijff, die riep hem. Ze werkten daar samen bij Barcelona.
En die riep hem bij zich en die zei van, luister, je moet Sergi verkopen. We hebben Stoichkov gekocht, die doet het geweldig. Dus Sergi linksbuiten bij Barcelona heeft geen zin meer. Die jongen moet ergens anders gaan spelen. Toen zei Tony, ik zei toen tegen Johan van, ik denk dat je van hem wel een goede linksback kan maken. En toen zei Johan, oké, kijk maar. En hij zegt, toen hebben we hem in Barça B is dat, hebben we hem laten spelen als linksback. En na twee weken zei Johan, en hoe doet hij het daar? Ja, ik vond dat hij het geweldig deed. Aanvallend schakelde hij zich in. Hele intelligente speler, altijd positioneerde hij zich goed. Dus hij doet het echt geweldig daar zo. Ik zeg, Johan, oké, dan stellen we hem tegen Galatasaray op woensdag in de Champions League op. En dan kunnen we kijken of hij het goed doet. Hij is er nooit meer uitgegaan. 80 interlands voor Barcelona gespeeld. En toen hij dat vertelde, dacht ik bij mezelf, nou ja, waarom niet? Maar Deli heeft het geweldig gedaan. Dat was helemaal een idee van Tony. Meedenken doet hij ook, bijvoorbeeld over de selectie, wat we nodig hebben. En hij is een van de initiators dat Lasse Schön eigenlijk hier naartoe kwam. Of eigenlijk, hij gaf aan, ja, Lasse is contractvrij. Kun je voor niks overnemen. Ik denk dat hij een hele goede aanwinst voor ons kan zijn. Vooral in de breedte van de selectie. Natuurlijk hangt van hem af hoe belangrijk hij zal zijn. Maar het is wel een typische Ajax-speler. Toen hebben we eigenlijk contact gezocht met Lasse. En toen is het balletje gaan rollen en heeft hij een fantastische carrière gehad hier. Uiteindelijk, denk ik, is hij gegroeid naar deze rol. Ja, en dat is wel op zijn lijf geschreven, gewoon het analyseren van tegenstanders. En je daar zo in verdiepen en niets aan het toeval overlaten. En ik denk dat uiteindelijk, met al zijn ervaring die hij natuurlijk heeft opgedaan na zoveel jaar, is denk ik dat zijn beste plek. De verhalen over Tony Bruinslot zijn oneindig. De herinneringen aan een groot vakman, voetbaldier, lieve man en meesterscout blijven. Op een manier is hij in het harnas gestorven. Hè? Zeg maar, tot dan, twee weken geleden, hè, de laatste analyses. Dus dat is aan de ene kant natuurlijk prachtig. Ook in mijn tijd, maar als je maar even weer drie stappen kon lopen, dan stond hij hier weer voor de deur en ging hij weer aan het werk voor ons. Waar hij kwam was het altijd, was er altijd roering. En dus om hem heel goed te omschrijven, ja, vakman, lieve man en op zijn Amsterdamse ondeugend. Ik vind dat hij ook als een echte Ajax ziet, die het aantrekkelijke, dominante voetbal predikte, herinnerd mag worden. Maar ik wil hem gewoon als die hele fijne, lieve man herinneren. Want zo heb ik hem echt leren kennen in die korte tijd dat we samengewerkt hebben. De Ajax-familie moet altijd dit soort mensen koesteren en blijven steunen. Ook in de toekomst.